PDS betekent prikkelbare darmsyndroom. Vroeger heette dit spastische darm. De symptomen zijn onder andere buikpijn, ontlastingsproblemen zoals verstopping en diarree, gasvorming en vermoeidheid. Ook misselijkheid, een opgezette buik en hevige aandrang komen veel voor. Stress en voeding kunnen invloed hebben op de klachten. Mensen die de diagnose PDS krijgen, krijgen vaak weinig informatie van hun arts en worden soms zelfs niet eens serieus genomen. Leer er maar mee te leven. Maar gelukkig vinden veel mensen de prikkelbare darmsyndroom belangenvereniging. De PDSB biedt lotgenoten contact en voorlichting over PDS door middel van ons ledenblad Prikkels, onze website www.pdsb.nl met een uitgebreid ledengedeelte, inclusief een besloten forum, 10 verschillende brochures, regionale en landelijke informatiebijeenkomsten, activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders, informatiestands op beurzen, Twitter, Facebook en de telefonische PDS-infolijn 088-PDS-info. De PDSB behartigt de belangen van iedereen met PDS-klachten en onduidelijke darmklachten. Word ook lid van de PDSB via www.pdsb.nl. Als je lid wordt, krijg je 4 keer per jaar het mooie ledenblad Prikkels, een toiletpasje, toegang tot het ledengedeelte van de website inclusief het forum, uitnodigingen voor regionale en landelijke bijeenkomsten, korting op supplementen en het zorgboek PDS. Tevens kun je gebruik maken van een webdiëtist en van de informatie- en adviesdienst arbeidsongeschiktheid.